Spoorloos, een van de paradepaardjes van de NPO. Dat ligt enorm onder vuur. Journalist Kees van der Spek onthult vanavond in zijn programma Oplichters aangepakt dat het succesprogramma van Dirk Bolt tenminste 2 mensen aan de verkeerde biologische families in Colombia heeft gekoppeld. De zogenaamde fixer van Spoorloos, de man die buitenbeeld vooraf de zaken voor het programma uitzoekt, heet Edwin Vela. Hoeveel zaken zouden er door Edwin Vela zijn gedaan die niet kloppen? In ieder geval wat wij hebben onderzocht zijn sowieso 3 à 4 verhalen dat we zeker weten dat die ook niet kloppen. Daar kwam uit dat ze had wel iets gevonden over mijn moeder, maar dat moest heel iemand anders zijn. Dat was niet die ik destijds had gevonden. We gaan naar de vermeende echte familie van Christian voor een DNA-test. Hola, mama. Hola. Analysis de la maternidad biológica presenta la señora Romelia y el perfil genético de origen materno de Jorge Alberto Cristian. Ja. Como se muestra en este informe. Het is hem. Het is je moeder. Tú eres mama, verdad? Mama. Tú sabes y yo sabes también. Sí, hè? Maar ben je dan boos op bijvoorbeeld Spoorloos? Nee, eigenlijk wel, want ja. Je hebt heel lang moeten wachten voordat je de juiste moeder hebt gevonden. Want het is wel meer dan gewoon een foutje. Ja. Ja, het is me nogal wat, hè? Echt? Ja, echt. En het programma Spoorloos heeft deze aflevering zelf ook pas vanavond kunnen zien. Hebben die al gereageerd? We hebben echt, nou, ik wil niet zeggen breaking news, maar we hebben wel echt net binnen, en daarom ga ik het even voorlezen, een reactie van het programma zelf. Ondanks een verzoek daartoe van onze kant is ons het vooraf bekijken van de uitzending geweigerd. Voor zover ons nu bekend gaat het over een man in Colombia die in opdracht van onze vaste correspondent in het verleden meerdere keren heeft ondersteund bij het vinden van biologische ouders. De omroep heeft zelf contact gezocht met Van der Spek toen duidelijk werd dat de journalist onderzoek deed in Colombia. Van der Spek heeft ons meerdere vragen over deze persoon en onze zoektochten van destijds gesteld. Zijn vragen hebben wij uitgebreid en transparant beantwoord. En dan de laatste alinea. In de afgelopen dagen hebben wij uit zorgvuldigheid persoonlijk contact opgenomen met alle personen die destijds met hulp van Spoorloos in Colombia hun biologische ouder hebben gevonden. Waarbij deze man een rol heeft gespeeld, juist omdat we het meest wezenlijke van iemand raakt, namelijk waar je vandaan komt. Ook ondersteunen we deze oud-deelnemers waar nodig en waar we kunnen. Ja. Nou, Dirk Bolt heeft zelf niet gereageerd. Die hield zich spoorloos. Nee, ik moet heel eerlijk zeggen, ik herken dit van gisteren. Maar dan zijn ze dus bij dat statement van gisteren gebleven. Ja, en Dirk Bolt dit is wat wij binnen hebben gekregen. Zullen hier verder ook niets aan toevoegen? Nee, oké. Pijnlijk. Ja. Pijnlijk. Bij ons live in de uitzending nu is Jody Bernal. Wat ontzettend fijn dat jij hier even bent om met ons te praten. Jij bent zelf, toen je heel jong was, geadopteerd uit Colombia. Hoe heb jij vanavond naar deze uitzending zitten kijken? Ja, ik heb best wel met verbijstering zitten kijken. Ja, het is echt pijnlijk om te zien. Ik vond het best wel emotioneel ook. Vooral, je ziet dan oude beelden waarin ze herenigd worden. En ondertussen weten wij dat zij niet de echte familie zijn. Ja, dat doet je wel wat met je. En ja, ik vond het... ja, denk je meteen aan jezelf van... Oh, shit, hoe zit het bij mij? En ja, dat kan daar ga je toch wel over nadenken dan eventjes. Ja, en hoe denk je daar dan over na? Want jij bent zelf uiteindelijk ook op zoek gegaan naar je biologische moeder. Ja, zeker. Dat is 22 jaar geleden, 1999. En... ja, met de informatie die wij hadden, en dat gaat dan via Wereldkinderen, is een advocaat op zoek gegaan in Bogota. Ik kom uit Bogota. En die is op zoek gegaan en zo is mijn familie gevonden eigenlijk. En de namen kloppen, maar geen DNA-test gedaan. Maar het is allemaal wel, het klopt allemaal wel bij mij gelukkig. Maar het spookt toch in je hoofd dat je, als je dat zoiets ziet. Het is toch wel, onwerkelijk eigenlijk. Ja, en denk je dan vanavond nog... Want ik ken deze situatie niet, dus ik kan me helemaal niet verplaatsen in hoe je moet voelen. Maar denk je dan vanavond misschien moet ik toch nog even een DNA-testje doen? Of zegt jouw hart, dit is genoeg voor mij, ik vertrouw hierop? Nee, zeker niet. Nee, de DNA-test is voor mij gelukkig niet nodig. Ik weet dat het bij mij wel goed zit. Maar ik vind het wel, wel pijnlijk om te zien dat dit toch gebeurt. Want je denkt gewoon, als je geadopteerd bent, dan heb je gewoon
en je wilt je roots gaan ontdekken, dan wil je gewoon weten waar je vandaan komt. En dan heb je die eindelijk gevonden en dan, ja, dan blijkt het niet zo te zijn. Dat lijkt me echt heftig. Ja, het is een heel kwetsbaar proces. En het vergt al moed om daaraan te beginnen. Ja. Ja, zeker, absoluut. En ik was zelf toen een jaartje of 17, toen ik op zoek wilde gaan naar mijn biologische familie. En toen wilden we eigenlijk spoorloos, zei mijn moeder nog van ja, zullen we via spoorloos kijken of we je biologische familie kunnen ontmoeten. Ik vond dat zelf een beetje lastig op tv. Dus vandaar dat we dat niet zo hebben gedaan. Eigenlijk zijn we zelf gaan zoeken. Ja, en is het allemaal goed gekomen? Gelukkig is het allemaal goed gekomen, ja, zeker. Dankjewel. Ik vraag even hier rond, hoe kijken jullie hier naar? Ja, wat ik nu begrijp is dat het zo zeker 3-4 zaken zijn waar het niet goed bij is gegaan, hè, met die fixer. Want daar ging het uiteindelijk allemaal om. Die fixer die ze dus gebruikte, althans de correspondent weer waar ze mee werkte, gebruikte die fixer. En ja, die heeft hij dus echt kunnen ontmaskeren. Dat hij was in there for the money. En niet zozeer om gedegen onderzoek te doen. Dus ja, ik begrijp nu ook dat spoorloos al die zaken waar die fixer is gebruikt, nu allemaal gaat onderzoeken. Ja, als je nagaat dat in Colombia echt al 200 van dit soort zaken lopen. Hè? Dus dat heeft niks met spoorloos willen te maken. Want er zijn natuurlijk wel veel meer mensen op zoek naar hun biologische ouders. Maar het schijnt echt verschrikkelijk te zijn. Ja. En dat is vooral voor die mensen zelf. Kijk, ik kom zelf uit een gezin waar 3 van de 4 kinderen zijn geadopteerd. Dus ik heb 2 broers en een zus die zijn geadopteerd vanuit Griekenland. En het is niet raar dat je natuurlijk toch op een gegeven moment denkt, hey, van wie heb ik die neus? Zeker. Van wie heb ik die kin? En als dan mensen daar misbruik van maken, ja, dat is echt wel schande. Ja, schande. Ik wou nog even naar Jodie, maar die is volgens mij vertrokken. Spoorloos. Ja. Ik schrok even. Ik denk, waar is die? Ja, waar is die? Ja, ik denk dat het is, hè, dat je vanuit al je kwetsbaarheid die je denkt, heb ik de moed om te gaan zoeken? Want misschien word ik teleurgesteld, misschien vind ik hem of haar niet. En dan word je dus bedrogen. Ja. Dit is een bedrieger. Dat is wat vind jij, Jodie, dat er nu moet gebeuren? Is er iets wat iemand nog kan, anders dan alles goed uitzoeken? Nou ja, wat ik sowieso, toen ik de uitzending zag, toen zag ik Barbara, die zelf ook slachtoffer is. Ja, dat eigenlijk spoorloos nog tot de dag van vandaag niks heeft laten horen. En dat vind ik juist pijnlijk, omdat dit soort programma's moeten ook zeker die nazorg leveren die het verdient, zeg maar. En dat is niet gebeurd. En dat vind ik wel echt wel pijnlijk, hoor. Ja. En sowieso wil ik ook een dikke shout-out geven aan Kees Spek en zijn team. Want het was wel echt een mooie, mooie uitzending. Hij legde alles mooi bloot. En weet je, adopteren, dat is best wel een ding. Het is best wel, ja, heel grof gezegd. Je koopt een kind. En er zijn altijd kapers op de kust die daar op een bepaalde manier een slaatje uitslaan. Dank je wel voor je openheid. Fijne avond. Dank je wel, Jodie. Ja, nog heel even, want ik begreep dus ook dat ze pas vanaf 2019 DNA... Ja, dat verbaasde Kees van de Spek ook. Want dat is eigenlijk toch het eerste wat je natuurlijk doet als je op zoek gaat naar biologische ouders. En het wordt ook geadviseerd door organisaties, maar het schijnt dus niet verplicht te zijn. Nou, dat is hopelijk ook na deze uitzending natuurlijk wel anders. En wat ik net al aangaf, dat in Colombia zelf al echt 200 zaken lopen van mensen die dus in dit soort situaties terechtkomen. En dit zijn ook echt zaken, hè, van 2002, 2003, begreep ik. Hè? Ja. Dus dit zijn zaken van spoorloos die dus echt lang geleden al speelden. Ze kunnen beter Jodie Bernal als adviseur nemen bij het programma. Want je ziet dat hij in staat is om zelfstandig biologische ouders te vinden. Ik denk gelijk even ook juridisch. Zo'n fixer ergens ver in Colombia. Ja. Fixer, degene die ter plekke alles regelt. Ja. Kan je daar nog iets mee? Nou, ik wens degene die dat wil doen een prettige wedstrijd. Want heb ik begrepen dat hij al spoorloos is. Ja, het spijt me, maar dat is hij. En zelfs dan moet je opzet gaan bewijzen. Het is een vorm van oplichting. Ja. En het speelt zich allemaal af daar, niet in Nederland. In Nederland zou je er nog wel wat mee kunnen. Maar het is het proberen waard, maar ik zie het somber in.